De meeste boeren in deze regio zijn creatief in de manier waarop ze hun brood verdienen. En ze staan vroeg op. Bijvoorbeeld om de koeien te melken. En dan om later weer van die melk kaas te maken. Boerenkaas. En die op de boerderij zelf te verkopen. Kortom, in deze aflevering van Kweek van de Streek wil ik het naadje van de kaas weten. Al eeuwenlang tovert onze streek bloemen, planten, groenten en fruit uit de grond. Wat rond 1700 begon met een paar druivenranken, is uitgegroeid tot het grootste glastuinbouwgebied ter wereld. Kom plukken en proeven van de kweek van de streek. Ik ben nou in het groen, zie ik. Ja, klopt. Boerengroen. Hoe is boerenfatsoen zeggen? Maar, jij hebt mij deze overal gegeven, want? Nou, we gaan lekker even. Ze zijn dat melken. Dus jij mag even kijken bij melken voordat we richting kaas gaan. We moeten wel natuurlijk eerst gemolken worden. En dat melken is gevaarlijk, begrijp ik. Met stront wel, ja. Ik kan het niet anders noemen. Oké, duidelijk. Dankjewel voor de overal. Ik hoor net. Het grootste gevaar is hier poepgevaar. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hoe werkt dat dan? Nou, is het niet op de gemak voelen de koeien. Of dat ja, een beetje onrust voelen, dan gaat de staart wel eens makkelijk omhoog gaan en dan komt er wat onder vandaan, zeg maar. Dus dit is ook een beetje de test of ik zelf een beetje zen ben. Zeg. Ja, dat klopt. Wat doe je nou, Joro? Dat is koeien eruit jagen, zodat we nieuwe inkomen. De nieuwe koeienploeg komt dan erin. Ja, die komt erin gerend zometeen. Zo te zien, stapjes. Ja. Ja, en fluitjes, dat herkennen ze heel gauw. Hoe vinden ze dat nou om gemolken te worden? Ja, voor mij wel, dat zo te zien, hebben ze er geen problemen mee. We krijgen ook beloning, hè? Wat is de beloning voor? Ja, dat is het kracht voor wat ze nu krijgen. Oké, dus aan de ene kant worden ze gemolken, ja, en aan de andere kant zijn ze aan het eten. Ja? Voor wat hoort wat, hè, John? Ja, dat wel. Hebben jullie nou nooit de neiging, John, als ze zeggen van ik ga vandaag wel uitslapen? Ja, die neiging heb ik wel eens, maar dan gaat het niet goed komen. Ja, ja, je moet het gewoon accepteren, hoe moet ik dat zien? Ja, je weet niet beter. Weet je, je hebt wel eens nog iets dat je zegt van nou, die had ik wel over willen doen, want het was wel heel kort eigenlijk. Maar ja, dit is toch gewoon een vak. Maar hoe laat sta jij 's morgens op? 6 uur loopt de wekker al. 6 uur? 6:10 sta ik naast mijn bed. En hoe lang gebeurt dat al? Hoe lang het al gebeurt? Ja. We 40 jaar. Ga jij nou de komende 40 jaar ook om 6 uur opstaan? Nou, niet om 6 uur denk ik, maar misschien dat er tegen die tijd dan wel een melkrobot kijken hoe de tegen die tijd. Ja, dat is waar. Die gaat ook door. Hè? Ja, die gaat vreselijk hard door. En dat, ja, daar zie ik ook wel toekomst in. Dus als er een melkrobot komt, dan zeg je ik wil nog boer worden. Ja, dan maakt het wel een stuk makkelijker. Met alle technologie van tegenwoordig. Dus een boer moet ook een beetje een IT'er zijn tegenwoordig. Tegenwoordig bijna wel. Dus de taakverdeling is een beetje de mannen doen het land en jij doet de winkel en de administratie. Klopt, maar John die maakt ook de producten. Die zit dan in de zuivel en ik maak voornamelijk de kaas. Is het leuk boerin zijn? Ja, het is leuk, maar het is ook zwaar. En het is met de huidige regels is het ook niet altijd leuk. Nee. Het is wel belangrijk dat vader en zoon een beetje goed met elkaar kunnen opschieten, toch? Ja. Nou hoor ik, John, dat jij opa geworden bent net. Ja, dat klopt. Ja. Echt? Ja, dat is ook weer mooi, joh. Ja? Nou, voor de tweede keer. Voor de tweede keer? Ja. Is dat jouw schuld, Joran? Nee, niet mijn schuld. Dat is niet mijn schuld. Van wie dan? Van mijn zus. Je eigen kinderen krijgen het ook mooi, maar dit is zeker ook bijna zo mooi. Zo, ik heb de koeientest doorstaan. Goed, ze hebben niet gepoept. Oh, nou, dat is netjes. Hoe vind je mijn overal eigenlijk staan? Hij staat best wel goed. Met je petje staat het helemaal top. Dankjewel. Op naar de kaaswinkel. Nee, wat ga je doen nu? Ik ga ze zijn bijna klaar, dus met melken. Dus ik ga de voorbereidingen treffen om de kaas in de stream te zetten. Ik hobbel er gewoon achteraan. Ja. Jij gaat nou de melk overpompen? Ja.
Die gaat naar de kaasafdeling. Ja, die gaat nu, dus daar gaan we nu ook heen. Dit is de oogst van morgen en van gisteravond. Ja. Dus ik zit naar een hele hoop kazen te kijken. Hoeveel zijn dat er? 14 kazen komen eruit, van 12 kilo. Oh, dan moet het nog aardig indikken. Ja, een aardig procesje vooraf. Dus gewoon wachten, wat ook veel tijd vergt. En ben je een beetje geduldig type? Nee. Niet altijd. Een soort je kinderen zijn er dadelijk een beetje. Je werkt er iedere dag mee. Dus van die, van iedere koe kun je wel eens in en uit eigenlijk ook. Net als bij je kinderen een beetje. Je kent ze allemaal persoonlijk? Ja. Maar ik werk wel gewoon met oornummer, weet je. Niet met naam, maar gewoon iedere koe een oornummer in. En dat is, zeg maar, voor mij genoeg. Dus jij hebt niet de Clara 13 of zo? Nee, ja, die heb ik misschien wel, maar niet dat ik weet. Niet dat je weet. Nee. Ja, wat een koe eet en wat je ervan kan maken, hoe de kwaliteit is, dat is allemaal zo verweven met elkaar. Dat jij dat eigenlijk de sturende factor bent, nou, dat is gewoon heel mooi om te doen. Weet je, daar kan ik echt nog steeds van genieten. Echt, na 40 jaar nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Ik moet er niet aan denken eigenlijk dat ik het nog maar 10 jaar mag doen eigenlijk. Nou, dat is echt zo. Ik hoef jou volgens mij geen kantoorbaan te bieden. Kijk, toch heel bijzonder. De winkel moet nog open gaan. En de mensen staan al in de rij. En wat krijg je terug van de klanten? Heel veel positieve reacties. Gezelligheid. Ja, gezelligheid. Ja. Gezelligheid? Ja. Daar zijn jullie op aangenomen, op de gezelligheid? Ja, op aangenomen. Ja. Nee, maar het is belangrijk hier. Ja. Mensen willen ook praatje. Dat bindt wel. Ja, en dan eerst echte boter natuurlijk op je brood. Dit is het moment, hè? Ja. Dit is het moment. Het is net een haring, hè? Ja, dat is wel net een Hollands product. En wat proef je? Ja. Het is echt super lekker. Het is romig. Mm-hmm. Met de juiste smaak. Mm-hmm. Pittig. Ja. Zacht. Ja. En krachtig. Mm-hmm. Zo moet je weten. Hey Joran, heb jij nou al een boerin? Nee. Ook nog niet. Het moet wel van komen, hè? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Dit is je kans, hè, voor een contactadvertentie. Want waaraan moet ze voldoen? Je moet gewoon klikken en leuk zijn. En, ja. En je moet goed samen kunnen werken, ja, denk ik. Heel goed. Ja. En ze moet van kaas houden. We fietsen 25 kilometer om hier kaas te halen. Echt? Ja, serieus. En dan met een grote kaas achterop weer terug naar huis. Uiteraard. Dat wordt iets kleiner. Dan hebben we nog eens een reden om weer terug te komen. Hè? Je proeft het land. Je moet gewoon eten. Dat is een goede tip. Ja. En neem dan gelijk een litertje melk mee en wat yoghurt mee. Ja. Dan hebben we de week weer door. En dan is ook drop. Even een stukje beleefd kaas. Smakelijk en groet aan Rotterdam, hè? Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot ziens, hè. Ja. Doeg. Dus dit zijn 14 aspirantkazen. Het zijn kazen, geen aspirant. Rond 2000 ben je van gewoon een melkagrarisch bedrijf overgegaan naar een zuivel. Hoe ging die verandering bij jou? Was jij midden in de nacht, je zei Eureka tegen Nelly? Nee, zo ging het niet. Vrienden die stopten ermee en die kwamen eigenlijk met de vraag, is het wat voor jullie? En zo is het eigenlijk wel een beetje gekomen dat we daaraan zijn gaan rekenen. En dat het toch onderaan de streep toch wel een goede boterham moest. Het is onderaan de streep een goede boterham? Ja. Met kaas? Nee, met alles. Met alles bij elkaar. Boter, kaas en eieren. Ja. Jij hebt echt liefde voor die dieren, hè? Ja, staan ze met z'n allen in het avondzonnetje te vreten aan het verse gras. Nee, dat is machtig mooi. Goed, man. Echt mooi. Ja, dat moet jouw boerin ook hebben, dat gevoel. Toch? Ja, dat is zeker. Met als decor de koeien
Wat is jouw kweekweetje tot slot? Ja, met liefde en passie, dat zijn de belangrijkste ingrediënten. Dan hoor je het eens van een specialist.